Het is toch wel een klein beetje vermoeiend. Tja, gesteun en gekreun in Gouda vandaag. Zo'n boom gaat natuurlijk niet zomaar de grond in. Eerst de boom erin zetten, daarna aarde overheen. En daarna aarde stampen. Ja, en daarna aarde stampen. Een hoop werk dus, maar het is voor een goed doel. Omdat ze hier weinig bomen hebben en hier stond eerst de fabriek. Dus we willen hier graag wat natuurlijker maken, dus we planten hier bomen. Ja, precies. Op dit terrein werd tot 2 jaar geleden asfalt geproduceerd. Maar nu ligt het er verlaten bij. Burgerinitiatief Goud Asfalt neemt nu de plek onder handen. Als je hier over een jaar komt, zit er aan de dijk een plek waar fietsers en wandelaars uit kunnen rusten, informatie kunnen krijgen en ook wat kunnen drinken. Het idee is dat in die hoek tegen de binnenstad aan volgend jaar een stadstrand is met horeca. Er zijn dan al evenementen die georganiseerd worden en in alle panden die hier op het terrein staan komen ambachtelijke en creatieve bedrijven. Van verlaten terrein naar hippe plek dus. En dat vlak bij de binnenstad van Gouda. De kinderen zien dat in elk geval wel zitten. Omdat het wel leuk is hier en we kunnen veel rennen en spelen en samenwerken. Dan is het leuk en dan wordt het ook leuker voor kinderen om bij te spelen. We gaan nog wel vaker heen.